René, welkom. Je bent onze volgende gast. Voor de mensen die je niet kennen, stel je even in het kort voor. Nou, ik ben René Bult en in het dagelijks leven zijn we met het weekblad Rond Haaksbergen bezig. Wekelijks proberen een mooie krant te maken. Ja, dat lukt. Ja, dat lukt. En van de week zag ik zelfs dat je er zelf in stond. Je stond in je eigen krant. Ja, ja, op pagina 2. Ik heb nog geprobeerd om de voorpagina te krijgen, maar dat was niet. Maar dat lukte niet. Nee. Nee, je hebt connecties. Ja, ja, ja. Maar wat leuk, je bent niet alleen ondernemer dan als uitgever van de krant, maar je gaat nou ook steun geven aan de ondernemersvereniging Haaksbergen, net wel in de vorm als voorzitter. Ja, dat klopt, ja. Ja, wat ga je doen? Voorzitter, daar, hè? Ja. Dat is duidelijk. Ja. Nee, ik werd 2,5 weken geleden door Tim Kamphuis gebeld. Die zit ook in het bestuur, ja. Albert Heijn. En die stelde mij de vraag of ik voorzitter wil worden. Dat verraste me aan de ene kant eigenlijk wel, want ik was op vakantie op dat moment, dus ik was met heel andere dingen even bezig. Je had alle rust om erover na te denken. Ja, precies. Ja. Maar goed, ik heb gelijk gezegd, nou, ik ga er positief over nadenken. Ja, en waarom heb je het gedaan? Nou ja, ik ben natuurlijk zelf ondernemer. Ik heb veel met ondernemers te maken natuurlijk. Dat doen we met de krant onder andere natuurlijk. En ik wist dat de vorige voorzitter, Jan Klimpoelhuis, ermee wou gaan stoppen omdat hij ging verhuizen naar Amersfoort. Daar was ik van op de hoogte. En ik denk dat we wel een uitdaging hebben om met elkaar wat te doen. En dat is natuurlijk het voordeel dat wij een krant uitbrengen. We zitten op de stoel van de communicatie, zoals het heel mooi in de krant stond. En je kent iedereen. We kennen inderdaad veel ondernemers. We horen wel veel van ondernemers. Ja. En je denkt, ja, weet je, soms heb je wel eens opmerkingen over op bepaalde dingen of ideeën over dingen. En ja, dit was de kans dan om ook daadwerkelijk wat meer te kunnen doen. Nou, ja. Mooi. Mooie kans, mooie kans. Ja, zeker. Zeker. Maar u heeft zelf ook een onderneming, dus het Haaksbergse Dagblad. En ik zag ook Weekblad. Nog Weekblad. Ja. Op. My bad. Ja. Rond Haaksbergen. Rond Haaksbergen. Eén keer in de week. Nou, ja. En ik zag ook dat u nog wat in de media een vormgeving deed en dat u ook nog ontwerper was, had ik ergens gezien. Ja, ik heb hiervoor ook een reclamebedrijf gehad en dat was al een beetje de passie natuurlijk ook, het ontwerpen van dingen. En ja, dat hebben we natuurlijk met die krant nog steeds hetzelfde. Het is enerzijds is het natuurlijk nieuws wat erin staat en de andere kant is het natuurlijk ook de advertenties die erin staan. En er zijn ondernemers die zijn daar zelf heel handig in om een mooie advertentie te maken, maar er zijn ook ondernemers bij die zeggen van nou, wil jullie het voor ons gaan maken? Nou, wij doen dat met een team. Ik doe het natuurlijk niet alleen, die krant maken. Dus met elkaar maken we dan ook de advertenties en ontwerpen voor dingen. Oh, gaaf. Kun je ook een beetje creativiteit daarin kwijt? Ja, zeker wel. Tuurlijk. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. Ja. Maar heb je dan nog wel tijd over om dan ook nog bij de Haaksbergen? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. En dat is ook een dingetje natuurlijk op het moment dat je in het bestuur gaat zitten, dat het altijd naast je baan moet gebeuren. Maar daar gaan we tijd voor maken. Ja, wat over je baan gesproken. Ik heb natuurlijk ook even mijn onderzoek gedaan, want jij hebt bij de Koninklijke Luchtmacht gezeten. Dat is al heel lang geleden, ja. Ja, nou, ik vond het wel een heel bijzonder iets om natuurlijk te lezen. Ja. Want dat is natuurlijk niet een job wat heel veel mensen op hun... Nee, maar dat was natuurlijk uit de vorige eeuw eigenlijk nog. En toen bestond de dienstplicht nog. Dus ja, ik moest mijn dienstplicht vervullen. Het was een moedje. Ja, het was een moedje, maar ik vond het ook wel een uitdaging, ook wel leuk, ja. En als je nou wat moet, welke uitdaging ga je in Haaksbergen aan? Wat zou je graag willen? Nou, ik heb gemerkt dat communicatie is wel een dingetje soms. Het HOV bestaat natuurlijk al heel veel jaren. Ik heb heel veel voorzitters ook gekend allemaal, omdat ik daar best wel veel contact mee had. Hoe lang bestaat de HOV al? Nou, ik zou het niet precies weten, maar dat is al wel tientallen jaren. Ja. Ja. Alleen het is vaak een club die op de achtergrond een beetje aanwezig is. Het is natuurlijk ook de club die de connectie vormt tussen de ondernemers en soms een gemeente. Hè? Maar ook soms om dingen te organiseren in het centrum. En eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond, voor de consumenten in ieder geval, bezig. En dat wil ik wel een beetje gaan veranderen, dat het HOV ook wat meer zichtbaar is voor de inwoners van Haaksbergen. Ook dat ze weten waar we mee bezig zijn. En heb je daar al plannen voor, zoals je zichtbaar wordt? Als nou ja, daar is natuurlijk de krant is daar soms een mooi voorbeeld voor. Ja. Hè? Vaak zag je natuurlijk dat de vorige voorzitters, er waren er meerdere wel, die ik aangeboden heb van joh, schrijf een column bijvoorbeeld in de krant, vertel waar je mee bezig bent. Maar ja, dat schoot dan meestal vanwege tijdsgebrek weer in. Maar goed, ik zit nu natuurlijk met de neus vooraan daar bij die krant. Dus ja, dan kunnen we werkelijk wat doen. En dan zou ik ook wel moeten natuurlijk. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Als je inderdaad een eigen krant hebt, dan kun je wel wat meer inderdaad van de...
Haaksbergse ondernemersvereniging wel wat laten horen. Ja. Heb je al een paar doelen in je hoofd? Die heb ik wel. We hebben aanstaande maandag eigenlijk de eerste bestuursvergadering. Wat ik zei, van, dat ging eigenlijk wel heel snel. En dat had natuurlijk ook mee te maken dat er een ledenvergadering gepland stond. En Jan-Paul eigenlijk daar afscheid over gaan nemen. Dus dat ging allemaal vrij snel. Maandag gaan we met bestuur bij elkaar zitten. En dan gaan we brainstormen over wat dingen. Maar ja, ik heb zeker wel wat ideeën. Ja. Het gaat weer bruisen in Haaksbergen. Dat is de bedoeling, ja. Dat doet het niet alleen in het veld, maar zometeen in het dorp. Ja. Is de HOV alleen voor het centrum of ook voor de buurtdorpen om ons heen? Het HOV is, zegt het, de Haaksbergse ondernemersvereniging natuurlijk. Ja. Daar denken heel veel mensen aan het centrum van Haaksbergen, waar de winkels zitten. En de veldmaat natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook, vroeger was er nog een tak, de HIBD heette dat. En dat was de industriële kant. Dat is een hele andere tak of sport. Ja, nou is daar natuurlijk wel wat verandering gekomen. Omdat er ook een bedrijvenvereniging gekomen is daar. Dus we gaan met die bedrijvenvereniging echt wel in gesprek van hoe kunnen we elkaar... Gewoon samenwerken. Ja, natuurlijk. Samen sterk. Dat is een goeie, hè? Ja, die houden we erin. Ja, die houden we erin. Dankjewel zover. Ja. En bedankt voor de uitleg. Oké, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. Ja.